Hallo beste kijkers, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Modded Survival. Ik ben Zelda Play 20 en ze zijn nou heel erg stiekem op het internet aan het websurfen voor dingen te kopen hier in Minecraft. Dat heet Minebay en wij gaan stiekem even een kijkje nemen. Dus kijk, als we hier gaan kijken, dan zie je ze dus hier heel erg stiekem. Dum, dum, dum. Oh. Oh nee! Oh. Ah, hij zei! We zijn er weer samen met... Mij, natuurlijk. Hè. Ik ben er. Mij. Dat was geen... nee. Dus... en natuurlijk ook samen met... Dutch Gamer Nation. Hallo. Hallo. En natuurlijk ook samen met... Zeele Creatures. Yes. En die heeft ons blokje klaarstaan, hoop ik. Ja, ik heb hem. Serieus, jouw deur is zo glitchy als maar zijn kan. Ja. Oké, haal die deur er maar uit gewoon. Oh, dat zeg ik geen tweede keer. Dat zeg ik geen tweede. Ik bedoel het water weg, sorry. Doe het water wel weg. Oh, zo krijg je dan eigenlijk weer een deur van dirt. Een dirt. Ja. En. We're gonna see you again. Oh, oh, oh. We're gonna see you again. Whoa, oh, oh. I wanna know. Helemaal Wreck-It Ralph fan. Nee, dat muziekje is leuk. Wreck-It Ralph is een goede film. Dat is van All City is dat. Kan je hem naar boven op zijn dak plaatsen, Alex? Nee. Kom van het dak af, ik waarschuw niet meer. Kom van het dak! Mijn Minecraft hangt. Ja, bijna ook. You are frozen today! Let it go! Let it go! Dag vriendjes. En vriendinnetjes. Dat waren hun vandaag alweer. Alweer een mooie dag. Ik zou alvast de comment van de dag op kunnen hangen, aangezien dat we al naar de dingen toe gaan. Oh. Moet toch op hun wachten, waarom niet? Ja. Okay. Dat kan. Ja, waarom ook niet? Ik bedoel, ja. Ik weet niet hoe lang dat we in die nightmare dimensie blijven. Dus de comment van de dag op het begin van deze aflevering, in de eerste 2 minuten, waarom ook niet. Die komt van Claudia Z. Niet Dragon Ball Z, maar Claudia Z. Oh. Kom op, sorry, die grap moest even gemaakt worden. Dus helemaal blij wezen, er is een grap van je naam gemaakt. Mag ik de krekel hier alsjeblieft? Nee. This is illegal, you know. Wat is dat voor een geluid? Zelfde player, heb je weer in je editdoosje zitten te snijden? Oh, wat was dat? Juist. Wat was dat? Hoor je zondag. Vandaag dus. Ha, Zera neemt haar revenge. Haha, Zera neemt haar revenge. Oh, revenge. Ah, oké. Okay. Wie was Zera? Oh, dat is die leeuw. Oh, ik denk al die was in de Liking Dimensie. Nou, Alex, kun jij nou even... Waar wil je hem hebben? Jij mag niet, hè? Ja, gewoon pleur hem even neer. Heb je hem gemaakt gewoon? Ja. Mijn huis, oh. Kijk, het nadeel is, jullie hebben nog dat nest nodig, want ik heb namelijk mijn platforms al bij me. Oh ja, dat is ook zo. Okay. Dat is ook zo. Nee, dat is spannend. Ja, awesome. Ik neem me straks mee terug mee. But will I see you again? Okay. Kun jij nou gewoon eerst even voor wat vreten zorgen? Ik heb eten. Waarom heb je dan pijn? Omdat ik poisoned ben. Hier. Hoe lang duurt dit nog? Ik heb geen idee, joh. Eruit te komen nou. 29 seconden. Hallo. Zal ik hem verplaatsen? Niet nee, hier staat hij goed hoor. Nou, kom op. Poison. Stomme poison. 7, 6, 5. Hoe kom je nou aan poison dan? Ja, weet ik veel. Ja, ze komen. Ah. Kom omdat ik dat ding... Oh. Oeh. Ga maar. Ja, ik... Oh. Ik ben er. Wow! Ik zie daar gelijk wat. Parade. Ja. Ik zie daar ook iets. Oké, ik ben binnen. Wat is dat beest daar? Ik heb hem meegenomen. Ik heb hem hier meegenomen. Tretor of zo. Ik heb rubies! Oh, je bent nog gelijk weggerend. Ruby! Ik zat wel aan om bij elkaar te blijven. Nou, oké. 200, min 265, min 100. Oh nee, wacht. Het is min 265 plus... Simo. Mag ik ook gaan?
265. Oeh, ruby armor. En ruby... Ik heb ruby pickaxe. Bacon! Bacon! Als jij het niet oppakt, dan pak ik het hoor. Ja, ik zie je niet nauwelijks... Ja, ik zie jou nou bewegen. Ik heb nog niet zo'n heel goed armor, dus ik pak die ruby wel op als het niet... Dat is toch beter? De ruby is beter als amethyst, ja. Dus maar we toch... zitten... We moeten hier voornamelijk ook kijken bij voor zo'n grote dungeon. Oh. Ah, fuck, weer zo'n... Hé, een golden blok ligt hier gewoon op de grond. Gewoon voor het oprapen. Wat gek van die vliegen. Vlieg op dan. Ik zie ja, hier links, nog twee. Links. Nee, hier. Oh, Daar is hij. Daar ja, is Stijn de twee. Drie. Ja, dat zeg ik hier. Sorry. Oh, wat? Dit is gewoon... Wat een knippen. Oh, en daarachter heb je een dungeon. Twee dungeons. Oh shit. Oh shit. No, no. Ah, kom op. Die dingen stellen niks voor, man. Wat hebben we hier? Alle spawnings. Aliens, jongens. Cephadrome, ja, die wil ik wel hebben. Spawn, what the frick? Ik wil aliens wat neerknallen. Hey, what? Snow Golem. Oh, wat een interessant geluid. Wat? Dat geluid. Wow. Raad het geluid. En het geluid is... Experience Helmet? Wat is dat dan weer? Hey, Jumpy Bug. Ja? Kun je amethyst van krijgen? Was dat de baas of niet? De Jumbug? Volgens mij niet. Nee. Eens kijken. Jawel, dat is die baas! Oh crap! Oh. Ik schiet me even op de buitenkant. Ik help je mee. Max, sla je helemaal naar het hiernaals. Blijven slaan, jongens! Wat is die? Oh, hier. Yay, ik win! En natuurlijk pakken jullie nou ook gelijk die jumpdinges. Dan komt opeens een spitbog. Boogie. Boogietje naar de eet. Wie heeft nou die jumpbug dinges te pakken? Nope. Nee. Ik heb wel een item frame. Het is een kans dat hij spant. Oh, ik heb hem al. Ja, heb je nog meer eieren? Ja, ik heb 3 eieren nog. Kan je nog eentje doen? Ja hoor, ik heb een featherfalling voor iemand, voor Ik heb al featherfalling. Nee, voor Tower. Oeh, ik ben goed gepoisoned, zeg. Wow. Tower! Ja? Ik heb hier iets voor je. Geniet weer TNT-achtig dingetje. Nee. Kijk eens voor jou. Wat is dat? Daar heb ik niks aan. Nog... Amethyst! Jij hebt toch al, jij hebt toch een amethyst? Ja, maar... Hè? Wat heb je nou... Ik heb jou amethyst gegeven. Lief, dankjewel. Wat lief dat je me zomaar gratis dingen geeft. Graag gedaan, Touder. Geen enkel probleem. Ja, dankjewel, okay. Maar ik had hier eigenlijk niet zoveel voor. Wat ben jij toch een eikel? Ja, ik weet het wel dat nou, sorry. ik heb een nog betere boot. Ik heb nog betere de deur. Nou, jullie wouden nog eentje? Wacht dan even. Wat gaan we nou eigenlijk doen hier? Daar! Ga maar. Of alleen een beetje rondlopen. Er zit daar die grote dungeon al. Ja, die zie ik al hier zo, of niet? En daar gaan wij naartoe. Die kooi. Die kooi bedoel je? Zeg maar dat je de kooi bedoelt. Au. Dit is deze is een beetje... Een beetje lui. Ja, ik heb het. Vinden dat het lui is, dan zijn jullie er sneller doorheen, lijkt mij. Nou, wil er nog iemand tegen zo'n Jumpy Bug vechten of gaan we naar de Cave der Onheils? Ga maar naar de Cave der de Lucky Blocks. Dat is geen Cave der Lucky Blocks, dat kan ik je nu wel vertellen. Daar gaan we dan maar heen. Gaan we dan maar heen. Waar is Guido eigenlijk? Ik ben gewoon aan het ronddurpen, weet je. Aan mij hebben jullie toch niks. Dus, natuurlijk wel, jij hoort erbij. Maar ik ga alleen maar dood. Wat staat daar boven? Dat zijn vrienden. Ik denk niet dat ik die aan wil vallen. Oh, die wil je wel aanvallen. Oh, die, dat is required voor... Nou, alleen die kun je niet zo aanvallen. Oh ja, dat kan weer niet zo. De
kun je maar bepaald... Waar kan naar boven komen? Wat is dit voor rare dimensie, man? Oh, ik moet dat beest hebben. Zullen we bouwen, denk? Ja. Het is zo'n beest, die kom je alleen maar eentje tegen. Ik zie daar in die kooi zitten, er zitten wat jongens. Kom ik aan een... Oh, nou ja, maakt niet uit. Er zitten wat jongens. Even wachten, in die kooi daar komen we dadelijk wel op. Dat beest daarboven, dat is zeldzaam en dat is nodig voor de Big Bertha. Big Bird. Ja, ik kan er niet, helaas niet bij. Tenminste. Ik heb bijna. Oh, een... Ik ga nog even die... Rana open. Hallo. Aha, ik heb je geraakt. Ik ben er al bij. Moet ik helpen? Nee. Dit is echt een beestje, die moet je alleen doen. Kun je alleen maar raken op het moment dat hij zijn bek open doet. Dus doe je bek eens open. Oeh. Sloeg jij mij nou? Nee, dat was dat ding. Oh. Ruby. Meneer, wil je... Wow. Dude, je moet... Ik doe niks! Wat doet hij nou allemaal? Hij moet zijn bek open doen. Volgens mij is hij helemaal niet kwaadaardig ofzo. Jawel, dat is hij wel. Geloof me nou maar. Hij doet helemaal niks. Waar staat hij maar? Misschien... Auw! Oké, die is kwaadaardig. Je doet volgens mij alleen maar iets als je er ver weg van bent. Doet alleen maar ze. Wat ben je fik? Ik hoor nightmares. Die vind ik wel een beetje irritant, deze draakjes. Die vind ik niet cool, die vind ik niet cool. Die moet je voeden. Het is geen Sephadrome. Oh nee. Ik ben een kill je, man. You're so dead. Oké, die heeft kut gesterkt. Wow! Oké, die is pittig sterk. Ja. Sterk. Waar is mijn ultimate bow daar? Laat even schieten. Hij zit vast. Ik ben er voor hem neer. Nog één. Nou, die grote nog. No! Ik sta er niet toe. Kill him with fire and more than that. Nou, kom op. Deze is echt pittig groot. Ja, ze komen in verschillende groottes. Oké. Oké, okay, ja, yeah, you cool. Lose. Nee! Ah, you lose! Ja. Yeah. Oh, wow! Ik got smacked, got wrecked! Alles! Ja. Nou wil hij mij weer hebben! Wow! Doe een stap in de lucht, dan knalt hij gewoon naar een andere koekenpan. Ah, god, nou toch eens op, stomme nightmares! Kom hier, kom maar! Oh, hij is on the run. Yes, ik heb hem weer geraakt, die plant. Oh, die planten zijn echt, die zo vervelend. Hij is bijna dood. Hey! And off you go. Bye, have a great time. Stop nou eens met mij, daar gaat altijd wat af te houden, stom beest! Ik ben helemaal gek van jou. De duisternis komt in mij naar boven. Uh-oh. Auw! Wat zijn dit dan weer? Grondbloemen. Dat wel, ja. Hé, hey, wat heb ik gevonden? Ja, weer een dood. Titanium. Ah! Oké. Die dingen blijven komen. Ja, nou, het is nacht. Het is nacht. Nou. Maar ik wil daar naar boven toe komen. Stop nou toch eens op, man! Ik heb hem een keer gehit toen die open was. Netjes. Ik probeer ook naar boven toe te komen, maar ik word de hele tijd geraakt door die stomme nightmares. Auw. Oké. Melodies. Ik probeer ze op te killen. Oh ja, joh. Maar mogen ze ook niet. Nou, wie dan ik wel? Ik vind ze niet zo leuk. Ik vind ze een beetje. Er is weer één dood. Ik heb hem geraakt weer. Er is weer één dood. Oké.
Oké, ik ben er ook, ik sta er ook bij. Waar ben je? Ja, je moet er ver vanaf staan, want dan gaat hij meer open. Nee, dat valt wel mee. Kijk maar, hij loopt ook naar je toe en hij probeert je van het plateau af te houden. Ik heb dit vaakst gedaan, dus. Oh, zie? Ik heb gelijk geschoten. Als het goed is, laat dat beest heel erg veel koesten, dus hoeven we er maar eentje te verslaan. Ik heb hem in de fik gezet. Voor het effect. Pas op. Waar zit je? Oh, daar. Au. Ik vind het niet leuk. Alles is tegen mij. Deze dementie. Daarom heet het ook een nachtmerrie dementie. Ja. I don't enjoy any of this. Ik ga hem eigenlijk gewoon even zien protecten tot hij me er niet uit kan mappen. Zo. So, en nou? Nou ben je niet zo stoer, hè? Hoi. Dit gaat goed komen, jongens. Nou, trek je bek eens open dan. Hè? Bek dan open. Hè? Ik vind, ze maken niet zo leuke geluiden. Nee, dat weet ik. Mijn geluid is niet zo hard. Ga je niet op hem schieten of? Nee. Ik probeer het dan. Wow! Damn it! Had ik mijn eigen zo mooi daar. Oh. Nou jongens, jullie wouden battle. Jullie hebben hier een battle. Nou ja, dit is eigenlijk nog niet echt een battle, maar. Het is wel behoorlijk moeilijk. Nou, dit beest is inderdaad niet echt makkelijk, nee. Hallo, zal ik hem mij laten attacken? Dan gaat hij open, hè? Kijk, ik kan dit doen. Ja, ik wil het aan het regenereten nou. Ja, ik kan het altijd proberen om hem aan te vallen natuurlijk. Oké, iedereen even van het plateau af dan. Ik ben van het plateau af. Hit him. Hit me then. Kom maar. Oh, dat beest is zo irritant. Dames en heren, jongens en meisjes. Ja. Welkom bij het vervelendste beest die je nodig hebt voor de Big Bird. Ja! Staat de touw er weer voor mijn neus, hè? Nee, ik ben hem aan het afleiden. En dan is hij dood. Ja, we hebben hem. Tada, alsjeblieft. Ik heb ik heb er precies vier. Oké, geef me eentje. Strakjes. Please. Strakjes, je hebt er nou nog niet één nodig. Strakjes. Want we zijn nog niet thuis. Nog langer niet, nog langer. En het wordt nog heel gevaarlijk hier. Ja. Deze toren. Die moet beklommen worden. Ja. Touwen nog niet doen. Terug. Er staan er, ik weet niet hoeveel spawners namelijk. En daarbovenin, dat is ons goal om naar binnen toe te gaan. En dat zit vol met bazen. Dus wat ik even ga doen. Nightmare. Dungeon. Zo. En daar gaan we dan. Leroy Jenkins. Nou, en om het dus heel erg spannend te houden, we hebben nou nog genoeg tijd voor deze aflevering. De spannersmollen! Ik sla ze dood, oké? Oh, er zijn er hier gewoon twee in elkaar gespand. Kan voordeel hebben, kan ook een nadeel hebben. Wow, ik val naar beneden. Waar ben ik? Oh, tik. Je wordt hier helemaal getikt van! Ik heb een paar kapot. Ik zat wel even. Oh, dan komt onze nightmare erbij. Die het blijkbaar leuk vindt om maar vier te komen. Maar wat hier heel erg belangrijk is, is inderdaad spawners zoveel mogelijk kapot gaan maken. Ik ben afgekikt. Ja, ik ook. Ik ben hier nou even op de grond spawners aan het kapot maken. Ik ook.
Ik hoor het alleen kapot. Oh. Hi Nightmare, doei Nightmare! Geen zin in jou! Oh jeez. Dit is echt niet leuk meer. Dit is wel leuk, dit is intens, dit is spannend! Wat is dat spannend? Hier doe je dit voor. Hey, jongen, jij bent er niet eens in. Waar doe je uit? Sorry. Komt er water in één keer vandaan? Wat? Nee! Shit. Nee, ik vind het niet meer leuk. Hey, Nightmare, donder op. Ga je moeder voor pesten. Waar zit de poot in de muren? Wat de fuck? Ah, oh, die Nightmare echt. Hij is hier open. Au! Je moet daar niet naar binnen gaan, hè? Nee, er is hier eentje open. Ze zijn in elkaar gespand. Ja, dat zie ik ook, maar daar niet naar binnen gaan. Ik moet die mensen hier rustig hebben. Nee. Spannend ook. Andere spanning kapot. We gaan netjes via de manier zoals dat het hoort, Alex. Alex, help me. Nee. Ja, ik ben ook weer naar boven. Ik probeer naar je toe te komen, Wilco. Ik zit rechts. Ja, ik heb net die spanners daar zo kapot gemaakt. Ja, ik zie er hier ook weer eentje nog. Oh! Hallo. Kapot! Waar ben ik? Alle kanten op kunnen afwas, spannen die dingen nou weer. Oh, dat is die opening waar je het over had hier. Ja. Wow! Nou, die negeren we gewoon. Oh, die dingen. Die negeren we gewoon, we gaan gewoon verdieping hoger. Ik zit vast, ik heb slowness. Intensiteit! Unlimited! Eigenlijk zouden ze hier iets van een invisibility potion of zo moeten volgen of iets. Wow! Oké, 2 kapot, 3 kapot, 4 kapot, volgende! Ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar die wees het toch niet heel erg vriendelijk eruit te zien. Nice. Probeer backup te geven, Steve. Ah, dit gaat nog goed komen. Hoppakee, doorzetten. Hoppakee, volgende. Die is ook kapot. Dan gaan we weer een verdieping omhoog. I don't enjoy any of this. Where will I see you again? Nooit. Ik krijg gelijk weer zin. Nou, hier zit volgens mij nog niet eens een spanner hier. Nee, mag ik hem looten? Nou, laten we weer even in de kistjes inderdaad kijken. Het is emerald stuff. Enchantment stuff. Fairy sword. Ik ken ik tenminste eigenlijk wel eventjes mijn zooi kwijt. Wat ik niet meer nodig heb. Ja, zoals papier, cobblestone. Oh, die heb ik wel nodig. Die is toch grappig. Die andere al geloot? Ja. Nee, deze die is namelijk verdieping hoger. Dus deze is. Oh, T-Rex! Die is hoog, T-Rex. Nee, deze die is hoger als die andere namelijk. Ik ga proberen die spannen van die T-Rex kapot te maken. Ik ga proberen de spanners van deze rondjes te kapot te maken. Eerst die T-Rexen, die zijn het lastigst. T-Rexen kapot. Probeer die, ik ben ook wat gespannen. Waar zit die spannen van die T-Rex dan? Die zijn al kapot, die heb ik al, die heb ik al, die heb ik al. Got it, got it, got it, got it, got it. Got it, got it, got it. Oké, wat zit er hier in die loot? Oh, Miner's Dream. Oh, ik zie. Even wachten. Die wil ik houden. Sticks mogen weg. Fans mag weg. Die mogen weg. Die mag weg. Suiker mag weg. Snowkolen wil ik houden voor de lols. Dat is altijd wel leuk. Bones heb ik niet nodig. Oké. Hebben jullie al de hele hoeken gehad of niet? Moet er toch nog een laag naar boven? Ja, we moeten nog een laag naar boven. Gaan we het toch even doen? Dan gaan we nou even doen, ja. Ah, oh, ik zie hier een basilisk door met zijn snuitje door de neus. Oh. Ja, straks weer niet. Oh nee, een B-Mantis spannig combo dinges. Nee. Help je. Oh jeez. B-Mantis denken van, wat doe
Dit is een goudmijn! Oh, mijn zwaard is weg! Mijn zwaard is weg, jongens. En dat haat ik. Dat is een respawn, zeker. Ja, ja. En nou is mijn. Oh, is mijn bal ook nog weg. Ja, die is kwijt! Oké, die is het. Ik ben dood. Ik heb niks meer. Gaat de Towler dood? Nou ja. Dat zou nieuw zijn. Waar zijn jullie eigenlijk? Ik ben hier al die bijen en mentes aan het schieten. Waar is die? Oh. Ik heb een weer. Nou, dat is al een begin. Ah. Ik heb het terug naar boven. Jeetje, hier zijn jullie allemaal. Ja, mooi loot. Dit zijn er erg veel, hoor. Ik heb backup nodig, jongens. Ja, ik ook! Ja. Ik zit hier gewoon, ik word gewoon constant gehit. Door een stuk of drie mentors, hè. Dat is echt... Heb je hem nou kapot of niet? Maar ja, mijn mentors wel! Slopen die af, we gaan naar de top! Ja, we geven niet op! Mag ik even mijn shit even... straight? Oké, okay, dat is een rare. Jeetje, ik ben helemaal... Oké. Okay. Kunnen we weer... Wow! Holy crap! Oh, die beesten. Nou, één ding is zeker, een ultimate tool kun je dadelijk zeker maken. Ja. Oh, ik ben er weer een naar beneden gevallen. Echt? Ja. Ik loop even met jou, want ik ben niet goed. Ah, ik val er weer. Ja, ik heb die spawner hier kapot gemaakt, man. Ik ga nog verder. Is die spawners kapot maken, Alex? Ja, ik ben ook kapot. Dat bedoel ik met spawners kapot. Zijn het te veel? Je moet er wel iets meer door met hem, maar ja. Merk ik al. Ja, ik ga niet dood of zo, maar het is gewoon te veel. Wow. Ja, lijkt ook af en toe. Dit is zo intens voor zo'n server, hè, eigenlijk, of niet? Dit is echt gaaf. Jongens, dit is echt gewoon een ultimate battle. Eindelijk zijn we bij een ultimate battle, ja. Met een keer tijd. De spanning. De sensatie. De moord. Oh. Ik heb weer een paar kapot. Ik ben hier ondertussen aan het houtouwler. Ik schiet een beetje mee. Dankjewel, echt bedankt. Zoveel mogelijk hier even alvast voor meenemen. Hoe meer ultimate zooi dat we kunnen maken. Des te beter. Oké, okay, kom voor me even, dan ga ik even al die mantis claws even uit mijn inventory schuppen. Dat vind ik jammer dat die juist niet sterker. Ja, ja. Ik vind sowieso dat je alles moet kunnen stekken. Op andere en wapens na misschien. Maar... Ja, en de mantis claw die wordt geregistreerd als... Als hey, wapen. Hey, het wordt dag! Oh, mag ik er alsjeblieft een dag iets bij? Een dag iets. Ja, iets van het woord dag. Wat een dag of zo. Ik gooi hier het dag van Zelda deuntje wel in of zo. Je bent toch nog niet naar binnen gegaan, hè, Alex? Nee, nee, nee. Braaf. Ik ben nog steeds aan het organiseren. Nou, is alle spannen zijn volgens mij nou kapot. Gelukkig maar. Want, kunnen we daar even volgende week. Nee. Gaan wij hier naar binnen? Yes! Gaaf wat! Nee. Dus ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze aflevering, hetgene wat gisteren miste, dat hebben we vandaag behoorlijk gehad. Dus wij gaan onze inventory heel eventjes cleanen. Wat we dus zeg maar wel willen gebruiken, dat gebruiken we. Wat we niet gebruiken, dat gooien we weg, want daarvoor hebben we een rugzak bij ons. En morgen, dan we loggen hier ook uit. We gaan dus niet eerst langs huis. We loggen ook uit hier. Dus dan verschijnen we hier ook weer gelijk. Dus we hopen jullie morgen allemaal te zien in een nieuwe aflevering van Let's Play. Morgen. Volgende week zaterdag. Sorry, mijn fout.
Tot dan met de nieuwe aflevering van Let's Play Modded Survival. Dit was Zelda Play 20 samen met... De Tower en Touch Combination. Zelda Creations. En wij hopen jullie allemaal weer natuurlijk volgende week te zien. Morgen, hopelijk, als er niks gaat gebeuren met mij, met weet ik voor wat is. Hopelijk een nieuwe aflevering van de Windweker. In HD! Damn it. HD. Doei!